4, 3, 2, 1. Goedemorgen, lieve groep 8. Het is uh, vandaag dinsdag. En ik zat uh, gisteren op maandag zat ik te denken dat we nog maar een weekje hè, van elkaar gescheiden zijn, eigenlijk. Maar het lijkt echt al zoveel langer. Ik denk dat dat komt omdat er elke dag zoveel nieuws is en nieuwe ontwikkelingen en zo. Maar het lijkt echt alsof ik, al wel, of ik jullie al drie weken niet heb gezien of zo. Dus uh, nou, dat, dat wordt wat de komende tijd. Het is vandaag dinsdag, en bij dinsdag hoort natuurlijk een dinsdag dilemma. Dat heb ik echt nog nooit met jullie gedaan, maar we doen net, hè, of dat vaker uh, uh, aan de hand is. Dus ik leg een dilemma aan jullie voor. Uh, en je moet kiezen. Je moet echt kiezen. Ja, ik wacht even tot iedereen. Goed zit. Younes, ga ook even zitten op je plek. Dankjewel. Ja, oké. Okay. Iedereen zit. Uh, Oké, okay, dus. Of je gaat je eten. Moet je vanaf nu altijd met stof en blik op eten. Altijd ook in een restaurant. Ook je boterham hier op school. Gewoon even op dat blik. En met stoffen moet je het naar binnen werken. Of je haren zijn vanaf nu hebben dezelfde structuur als bezens. Je hebt met je rode stengels. Uh, of die wij hier in de klas hebben met die bruine. Maar ik heb het over die rooie, echt die stevige, harde stengels. Je moet kiezen, wat wordt het? En verder uh, heb ik voor jullie vandaag een sportchallenge. Ehm. Um... Ik heb vorige week al een keer op Social Schools gezet. Dat ik uh, een paar filmpjes doorkreeg van kinderen die aan het bootcampen waren. Of uh, Kouter zei bijvoorbeeld: van... Ik ben, vandaag heb ik met mijn zus meegedaan met uh, iets sportiefs. Kunnen we dat ook doen? Ja, dat kunnen jullie ook doen. Um, dus ik heb een soort sportchallenge voor jullie. Ik ga hem uitleggen. Ik ga hem ook nog op social school zetten met echt bewegend voorbeeld erbij. Niet van mezelf, want ik kan het helemaal niet. Dat ga ik ook meteen maar eerlijk toegeven. Uh, en dan maak je er een fotootje van. Stuur je naar mij op. En die kan ik dan weer delen op social schools. Zodat we uh, nou, kijken wie dat kan en wie dat niet kan. De challenge is dat je op je hoofd gaat staan. Uh, dat lijkt heel moeilijk. Va nee. Ja, nou goed, dat va valt op zich wel mee. Maar ik kan het dus niet. Maar dat komt ook, ik ben natuurlijk al wat ouder dan jullie. Ja, en kinderen zijn gewoon lenig en heel flexibel nog. En zien ook geen angst of dingen die mis kunnen gaan. Dus vandaar dat jullie het waarschijnlijk wel kunnen. Het wordt door een uh, gymmeester uitgelegd, die ken ik. Hij heeft het gedeeld van, nou hè, kijk of je klas uh, dit bijvoorbeeld kan. Uh, en het is ook best intensief, dus je gaat ook wel misschien een beetje zweten en zo. Dus dat is ook fijn. Uh, en het wordt dus door hem helemaal goed uitgelegd. Nou, uh, dat was hem voor vandaag. Vragen, foto's, filmpjes. Kom maar door. Tot morgen. Doei.